Het is de eerste van twee wedstrijden die Koninklijke HFC en GVVV deze week tegen elkaar spelen. Dinsdag in Veenendaal in de tweede ronde van de KNVB-beker. Nu dus in Haarlem de eerste kans voor GVVV. Lagmucci strandt op de 40-jarige doelman van Rossum van Koninklijke HFC. Dit is weer Lagmucci. Vindt Jeremy de Graaf en daar is weer van Rossum. En dan is daar een tamelijk onbehouden actie van verdediger Boer van Koninklijke HFC. En scheidsrechter Cantino kan niet anders dan de strafschop geven aan GVVV. De overtreding wordt gemaakt tegen linksback Toefik Adname, die daar zo'n beetje getorpedeerd wordt door Boer. Weinig protesten, strafschop van Lagmucci en het is volkomen terecht 0-1 in Haarlem. Na 34 minuten voetballen, GVVV met een prima eerste helft speelt op 0-1. Van Eck. Brouwer gaat en de bal gaat richting Brouwer. Van Rossum komt en die moet dan misschien meelopen. Nu is het doel leeg. Lagmucci en die bal gaat er ook in. Binnen 2 minuten, 2 treffers van hem. De linkerspits van GVVV. Vorige week belangrijk in de laatste minuut tegen Kozakkenboys toen hij de 2-2 maakte. En nu met 2 treffers in 1 helft bezorgt hij GVVV de 2-0 voorsprong. En Jansen met weer een redding van Rossum. En die zorgt ervoor dat Koninklijke HFC niet voor rust al afgedroogd is. Ruststand 0-2, de Graaf. Lagmucci nu niet, daar is Adnane en dat is een kans, maar een krachteloos schot van de linksback van GVVV die club al jaren dient. De Jong met een slordigheidje die niet zoveel heeft, Sterling. Kastien en Tameris, dit moet de 2-1 zijn. Maar is het niet, de oud-prof mist een opgelegde kans. Matuprissa inmiddels in de ploeg gekomen. En de Jong vindt Ajax. Vervangen voor de licht aangeslagen Soufiane Lagmucci, de maker van 2 doelpunten. Mag ver komen. Mohamed Ajax. Ajax. En dat scheelt niet veel, zeg. GVVV speelt een klasse minder naar rust, maar krijgt nog wel kansen. Die kansen die krijgt de Koninklijke HFC ook. De Visser, Boer en dat lijkt een grote kans. Maar er is een fluitje. Dat fluitje is voor buitenspel. En zo tikt de klok in het nadeel van Koninklijke HFC. Dat hier toch wel een kans krijgt. Kastien maakte er al 9 dit seizoen. Dit had nummer 10 moeten zijn. Dan was het misschien nog spannend geworden. Maar het was deze week geen feest voor Roy Kastien. Het is deze week geen feest voor Koninklijke HFC. Dat verliest tegen GVVV met 2-0. En staat weer met 2 benen op de grond. Leven jullie boven je stand met die 3e plaats voor vandaag? Nou, kijk, als je de rest van de competitie ziet, natuurlijk leven we boven ons stand. Maar daar kijk je niet naar, want je staat waar je staat. En dat neemt niet weg dat we gewoon afgelopen 7 weken vreselijk genoten hebben van elkaar. En dat moeten we weer oppakken. En we moeten absoluut niet met onze kop naar beneden gaan lopen. Omdat je gewoon tegen een heel goed ingespeeld GVV verliest vandaag.